Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ik zet net even de trap hier bij de tank. Want we hebben nog wat kleine dingetjes aan af te werken. Hè. Eigenlijk ging ik dat gisteren doen. Toen was ik in één keer afgeleid door die verrotte panda's die er stonden. En dan kijk. Hier. Ze zijn weg. Zo. Opgeruimd. Nee, ik heb ze expres uit het zicht gezet, zodat ik er niet heel tijd mee bezig ben, want dan ben ik er allemaal over aan het nadenken. En stiekem ben ik er toch een beetje over aan het nadenken. Dus we gaan toch even kijken bij de panda's. Oh god, kijk nou toch weer naar die panda's. Rij de panda's plat, hashtag zoveel. Nou, wat ik dus had bedacht, ik had echt het meest belachelijk idee, druppelde zo binnen in mijn hoofd en dacht ik, dat is zo vet, dat is zo belachelijk. Oké, kijk. Hier staan ze. Daar zijn ze. Dus, ik had als volgt bedacht. Kom mee. Het is overigens erg lekker weer vandaag. Het is echt verschrikkelijk lekker weer. Ja, het is natuurlijk, dat komt door die panda's ook wel. Kijk, hier hebben we dus zo'n motor met versnellingsbak, zoals daar in die panda zit. Hier, dit is gewoon normaal panda. En dit is gewoon papa, panda 4x4. Hij heeft hier de PTO, klik, klik, klik. Ik kan hem aan en uitzetten. Die gaat naar de achteras. Nou was ik dus opeens aan het denken, hè. Nou hebben wij zoveel van dit soort zooi. Wat als je nou dit doet, let op. Pak deze achteras. Slijp je zo helemaal eruit. Pak deze achteras. Daar. Pak nog zo'n motor. En die doen we zo. Daar. En dan doen we hier nog zo'n achteras. We hebben echt gewoon een Panda 8x8 gebouwd met vierwielig stuur. Dat is vet, hè? Woe. Ja, dan was er alleen een beetje een probleempje hoe dan, want dan ging deze kant moet dan in zijn achteruit staan en die in zijn 1. Dat is eigenlijk niks. Eigenlijk wil je dus allebei vooruit kunnen rijden. Dus was ik dus net met Robbie, die is er ook. Die is daar. Die gaat aan de draaibank knutselen. Gaan we daar kijken. En dan was ik in één keer aan het verzinnen. Wij waren net over aan het praktiseren. En zei ik, wat we ook kunnen doen, als we nou genoegen nemen in 6x6, dan kunnen we deze as hier zetten en dan pakken we hier gewoon een normaal voortrein van een Panda 2x4. Mooi zo één. En deze hebben we toevallig over straks, deze aandrijflijn. En dan hebben we dus gewoon de twee motorige Panda die gewoon 6x6 is. Dat is toch wel vet. Vooral ook omdat die 4x4 al best wel goed was in het terrein. Dus kun je nagaan, een 6x6 kan en gewoon met dubbele vermogen ook nog, hè. Ik zou zeggen, laat vooral in de comments weten wat jullie ervan denken, of we het wel of niet moeten doen. Of dat we ze moeten plat rijden, of dat we ze, Dat is wel leuk, hè? Van die Frankenstein auto's bouwen blijft gewoon leuk. Kijk, Robby, ik was net onze ideeën aan het vertellen wat betreft de panda en aan het vragen of de kijkers dat willen zien. Kunnen we ook een 12x12 of zo van maken? Zo dan moeten we nog meer zoeken. Dan moeten ze allemaal... 16x16, dan kun je ze alle vier. Ja. Oh nee, 16x14. Dan wordt het ook een stretch limo. Panda. Ja, dan wel. Ja, maar dat is niet goed voor de treinvaardigheid. Heel veel mensen willen altijd dat we een stretch limo maken. Maar als iets saai is, is dat om dat te maken. Dat is echt niet... Dan heb je een super langzaam ding dat niet meer wendbaar is. Kun je er helemaal niks mee. Het is juist veel leuker om alles in te korten. Dan worden ze meer wendbaar en sneller en zo. Dus, oké. Okay. 6x6 of 8x8? Ja. Eén van de twee. Ja, inderdaad. Ik heb net het plan verteld van de 6x6 ook. Oké, goed. Gaan we even bij de draaibank kijken. Wat dan verzetten? Vreesbank verzetten. Ja, dat kan. Dan kunnen we de draaibank laten staan, want om de as erin te krijgen staat de vreesbank in de weg. Ja, we kunnen met de heftruck redelijk goed binnen volgens mij. Moeten we daar de deur open gooien. Ja, als we die nou gewoon op zijn plaats zetten, dan kunnen we hem laten staan. Hmm. Ja, om die as erin te krijgen. Ja. Ik wil eerst proberen of de as gewoon op de normale manier erin kan, dat de weg goed is. Ja, het gaat even voor de kijkers. Dus deze as, die moet er dus terug in. Alleen, die moet er dus langs die kant ingeschoven worden. Kijk. Hey. Nee, dus nou ligt hij zoals je hoort eigenlijk. Ja, precies. Hier loopt de groef door, maar je dacht dat hoeft niet per se. Nou, voor de functionair hoeft dat ook niet. Alleen om erin te kunnen schuiven. Dit is gesloten, je krijgt het niet over de weg heen. En die weg die zit gefixeerd op een punt. Dus ja, dan moet dit ook open zijn, anders krijg je hem er niet in. Ja, want hij moet dus langs die kant erin geschoven worden. Kijk, en je ziet het al, als je hem daar door dat gat heen wil schuiven, dan staat daar het een en ander in de pad. Dus. Zo ver komen we. Het is te hoog. Dat is niet voldoende. Ja, maar hij kan zakken.
niet? Ja. Ah. Ja. Ik moet hier eventjes de bankschroef in de gaten houden. Je kunt nooit echt omvallen, want hij staat natuurlijk meteen weer op de grond. Dus dat is wel fijn. Hij hangt vrij. Je hebt hem gewoon volledig. Dan mag dit, als we dit even... Hoppatee. Kijk, je kunt hem daar mooi neerzetten. Ja, hij mag nog wel iets verder naartoe, denk ik. Ja, trouwens, zo kun je nog wel echt de knoppen zien. Misschien is dit eigenlijk wel goed. Ja. Zet hem maar neer dan. Volgens mij staat je behoorlijk recht. En dan gaan we gaan sturen. Het is echt millimeterwerk. Ja, dat is mooi. Achter heb je een plek zat nog. Maar ben ik voorbij de hart, of niet? Ja, je bent voorbij de hart, nou maar ik kan draaien. Oh, hij zit wel een beetje uit. Oh, wacht, je moet, ja, hij moet even voorover, denk ik. Even naar, gewoon naar voren eruit rijden, even niks met de mast doen. Nee, ik zit al klaar. Oh, ja, hij zit achterover. Dan, wat je dan moet doen is hem voorover doen, terwijl heel zachtjes naar achteren rijden. Ja, doe maar, dan komt hij wel vrij. Oeh, oeh. Ja, dan komt het dus zo warm hier in de gang. Hoe kan dat nou dat dat zoveel verschil maakt? Ik kan er nog eens een toer rijden. Hoe kan dat nou? Dan kom ik een centimeter tekort. Ja, maar doe eens verder. Ga je reis verder naar achter, doe eens verder voorover. De mast was mij niet recht, wel. Oh, ik snap het al. Net weer achteruit hierin gereden, hè? Je bent achteruit hierin gereden, denk ik, of niet? Ja. Ja, de vloer in de werkplaats is net een beetje hoger dan deze vloer. Dat is het. Ik denk, hoe kan dat nou, joh? Ik denk, het is hier best warm. Misschien is hier groter geworden, hè, als je uit die zet, als gevolg van de warmte. Ja, als hij millimeter is, dan vind ik het al veel, maar... Ja, maar het is hier erg warm ook wel. Ja, en die kant is veel warmer. Nee, andersom. Hij is afgekoeld daar. Ja. Tijd geleden waren we voor die draaibank hydrauliekolie kwijt. Klein zwart kannetje. Nou, hier stond de freesbank. En waar staat daarachter? Het kannetje. Olie. Het kannetje. Oh, nee. Ja, hij is wat terecht. Oké, okay, ik ben benieuwd wat we gaan doen. Ja, nee, ik ben niet benieuwd wat we gaan doen. We gaan eigenlijk doen waar we heel de video mee eigenlijk gestart waren. En dat is verder nog wat dingetjes afwerken aan type 69. Wat ik gisteren eigenlijk ook moest doen. Wat ik eigenlijk vanochtend moest doen. En dat ik nu wel ga doen. Maar ik ga toch eerst even kijken bij Robbie. Misschien dat we het niet gaan doen. Haha, nee, een grapje. We gaan het wel doen. Kijk, dit is helemaal tip-top. Nou, kan niet erin. Alleen dan moet je hem straks even frezen. Ja, ik ga eerst even dit testen. Helemaal goed. Ik ga aan de slag met een Elektra van de 69. Dus als er nog ergens iets moet gebeuren, of assistentie nodig is, dan hoor ik het wel. Dit is de oude spiebaan. Wat hierin zit, die grove spiebaan, dit is de spie. En die moet hierin. Nou, deze is versleten. Daar zit een puntje aan. En die valt in een groefje. En dan in een gaatje dat hij niet kan verschuiven. En ik heb een nieuwe, maar daar zit dat kopje niet op. Dus die ben ik aan het kijken of dat die nou past. Binnen de verlichting aangezet. Ik ben van meten. Ik heb daar in ieder geval al een ding waar spanning op staat. Aan de rechtse kant. Hier links ben ik. Nou, dan gaan we het zoeken. Heb ik daar spanning op die en die? Niks. Dit is blijkbaar dus van de blackout. Dan ga ik hem even uitzetten. Kijken of dat dan inderdaad de spanning hier weg is. Oké. Dat is goed. Die is nu uit. Dus... Geef je massa. Dat is wel vuil, hè? Ja, maar net had ik echt meteen spanning daar. Dat is gek. Zo, het zal de warmte zijn. Ja, inderdaad. We hebben hem uitgezet. Dus dat klopt. Nou, hier had ik net spanning. En ook wacht. Ik pak even een papier erbij en schrijf het op. Want anders dan... Zo, burp, labeltje eraan. Blackout. Oh. Deze doen het gewoon. Oh ja. En die ook denk ik, hè? Achter ja, ook als het goed is. Nee, deze niet. Dat vind ik jammer. Waarom doet hij het niet? Lampje op de pot misschien. Ja. Kijk. Kijk maar in het dark room. De dark is. Wat een schattig toetertje. Leuk hè?
Goed dan, die staat uit. Dat andere poltje. Ja, hij heeft blackout high beam, heeft hij ook. Dus hij heeft daar gewoon low beam, high beam. Dus dat is gewoon groot licht en klein licht. Alleen dan bij die lamp met die zwarte lens. Dus vermoedelijk hebben we nou op een ander draadje spannen. Kijk eens. Daar is hem. Dat is meteen de eerste al. Dus we hebben aan deze kant hebben wij hem wel. Zo. Kijk. Oh. Nou, we hebben vastgesteld waar wat allemaal op moet komen. We hebben binnenin zitten eigenlijk vier van die flip switches. Twee daarvan zijn de mainbrekers, eigenlijk de hoofdschakelaar. En dan heb je een flip switch met drie standen. En dan kun je hem dus in middenstand is uit. En dan naar beneden is low. En dan boven is high. En dan heb je voor night vision. En ook voor blackout. Maar ik weet niet zeker welke nou eigenlijk van deze lampen de blackout moet zijn en welke de night vision. Dat is een beetje twijfelachtig. Nou is dit stukje niet van belang voor qua groef alleen maar om erop te kunnen schuiven. Dus hij moet redelijk bij benadering zijn. Nou zo ligt die waterpas. Zo ligt die waterpas. Nou ik verwacht dat die klem ook zo uitgelijnd is. Maar dat kunnen we zien door een klein stukje te doen of die dan goed uitkomt. Dus laten we gewoon voorzichtig even een baantje trekken en kijken wat die doet. En volgens mij raak ik links en rechts, dus dat zou goed moeten zijn. Nou, ik ben weer terug. Ik heb even gekeken in het handboek van de 69. Echt geweldig. Er staat zeg maar één pijltje bij de lamp zo. En dan staat erbij infrared light driver. Dus helemaal top. Infrared light zit zeg maar niet op het dashboard. Dus daar hebben we echt helemaal geen kont aan. Nou, dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik even gezocht night vision lamp. En blackout lamp. Nou was blackout is gewoon een zo'n lamp met zo'n dekseltje. Dat je niet vanaf boven kan gezien worden, vliegtuigen. Zat er eentje op, want die hebben we erbij gevonden, een stukje roestige zut. Maar vermoedelijk is dus dit gewoon night vision en dit is dus de blackout. Dus. Ja. Dat is een stekker, dat is super makkelijk. Je kunt gewoon andere kabels aanzetten hè? En dan... Oh, dat komt helemaal goed. Makkelijk zat. Ja. Oh, dan denk ik dat die lampen nog eens eerst eens even niet openmaken, want ik had verwacht dat er binnenin moesten zijn om die kabels eraan te kunnen zetten. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dat is een feestje dit. Die komt er ook gewoon uit. Want alleen hier hebben we eentje die niet helemaal lekker is. Maar volgens mij, hij kan er ook wel uit, denk ik. Ik heb hem. Ja, die doet het ook nog wel. Alleen de wartel is niet helemaal lekker meer. Maar ook dat lossen wij op. Want als die wartel nou echt niet meer best is, wat we dan doen is dan pakken we een stuk van die waterslang. Schuiven we dat erover, doen we een slangklemmetje rond, dan houden we hem gewoon zo vast. Dat is het vast, hè? Ja, daarom. Gezet. Ik heb die staat een mooi waterpas gezet. En ik ga vanom, die loopt hier dieper. Oh, wacht, dan vreemd aan die waterpas gezet. Oh. Hier is hij al op diepte. Oh ja. Ah goed, het kan geen kwaad. Ja, waarom zet je op waterpas? Dit doen we onderleglijstjes. Nou ja. Ik kan heel moeilijk zien of dat hier goed ligt vanwege de lengte van de stang. Ja. Daarom heb ik even gekeken. Kijk, en deze doe ik nou even de overgang, of ik dat goed gedaan heb. Dan gaat hier klem zitten, maar je gaat hier klem zitten. En hier zit de overgang. En daar schuift hij gewoon doorheen, dus dat is goed. Dus de uitleiding links rechts goed. Ja. Dus dan moet ik hem even hier iets omhoog doen en nog een keer er doorheen. Nou, dan kijk dat hij niet verdraait eigenlijk dan. Je kunt nou zien wat de freesbank scheef staat. Het belletje ligt net door de lijn heen. Hier opzetten, leg je ook net doorheen. Dus nu heeft hij ongeveer dezelfde hoek. Dan moet ik alleen controleren of deze gelijk is gebleven. Hey, ik heb echt Kijk hier, adereind hulsgestapo. Hier, iedereen boos worden. Kijk, zie je wel de prutsers, hè? Is gewoon het eind gesoldeerd. Ja, mag niet, dan gaat hij afbreken. Wij gaan er een adereind wel eens aanknijpen. Hop. Knippen ze niet allemaal tegelijk af. Dit is de high beam.
dit? Zie je dit wat ik doe? Zie je dit wat ik doe? Zie je wat ik doe? Er geen eindaderhulsjes erop. Zie je wat ik doe? Zie je wat ik doe? Nee, deze dit kan niet. Geen eindaderhulsjes. Echt belachelijk dit gewoon. Ja. Ja. Klopt, ja. Die doet het ook niet. Ik heb privé badje in. Wereld. Ja. Maar nooit echt vast. Maar nee, jawel, jawel, er zit wel vast. Hier. Hey. Dat was net zo. Dat moet goed komen, toch? Ja. Ja. Hop. Dan wordt onze massa-aansluiting daar. Nou, zal ik je meteen vertellen waarom er niet van die achterlijke kader flut dingen aan zitten? Die halen het gewoon niet. Ah. dus vandaar. Ja, dus dus we krijgen weer een hoop. Nou, geef maar een tangetje maar. Ik neig het ding gewoon een beetje verder plat en dan gaat het wel, denk ik. Een hoop bad comments nou. Ja. Nou, lekker dan. Dit is leuk bedacht. Ja, de eindhulzen met paschoenen. Die gaan gewoon niet erin. Nou, dag, Adereind rommel, doei. Nou, dat was ook de eerste keer dat ik die dingen ergens gebruik. Oh nee, niet helemaal waar. Oké. Okay. Hier zo. Dat is de kast. Ja. Kijk, nou gaat hij ook verder. Ja, en dan zit je in één keer op zijn plek. En die bus zit op zijn plek ook. Nou, eens twee boutjes even erin doen. Om te borgen. Helemaal goed. Je kunt deze vastzetten en je gaat hem daar. Ik wil even kijken of alles werkt. Ja, zeggen. Precies. Ja. Ja. Hey, dus hij was gewoon stroef. Kijk, deze, ja, daar moet die pin in. Nee, is een schroefje nog. Oh, dat is een schroefje. Die heb ik waarschijnlijk wel los gehad. Ah, ja. Maar weer terug in elkaar gezet, dat ik de onderdelen niet kwijtraak. En die moet dan gewoon strakker. Ja, dat zal wel. Dan moet een soort van arretering zitten. Maar goed, hij kan dus aangebeerd worden. Ja, ja, hier heb je die schroefje inderdaad. Hey. Milo, ik ben echt zo blij met jou. Nou. Echt. Mooi hè, hoeft dat rek er niet af. Frots noemt het gewoon zo. Ja, alles wat je losmaakt gaat kapot hè. Spaghet. Staat deze kant gewoon helemaal in elkaar. Dat is al één. Ik kan eruit. Ik zoel hem ook gewoon echt helemaal even uit. Maar daar kwam nog wel even wat blurpjes uit, zo gezegd. Echt niet. Ik moet hem echt nog een heel eind moeten crustifyen. Ja. Ja, kijk. Ja. Stom hè, dat Jan er gewoon niet wil hè. Ja, maar daar zijn we nog niet mee klaar. Ja. Hij krijgt gewoon nog een keer gewoon maximaal zijn ballen. Gewoon niet, hè? Echt niet. Meer dan. Ja. Ja. Hey, we hebben... Kijk bij Jacques, die is die andere nou op die manier aan het doen. En er zit aardige beweging in. Oh. Oh, dat is fijn. Hoho. Kijk eens. Oh. Een grote, dikke likdoren komt hij eruit. Zo. Ja? Daar gaat hij niet goed werken. Toch even een ander veertje zoeken. Ja, dat wordt er mooi.
Goed dan, dan kan deze eraan. Even kijken hoe dat hier ook weer in moest. Oeh, hoe zat die ook alweer? Ik dacht met dat deukje naar die kant. Beter dan. Nee, beter dan. Dat is nog maar even afwachten of dat we die kunnen studeren. Oeh, hij is natuurlijk helemaal geoxideerd. Ja, dat is van hem. Oh nee, het is van dat isolatie katoen. Touw wat erbij zit. Ja. Dat is wel fijn. Zo, dan deze erop. Gemiddelde wegwerpfles heeft een betere schroefdraad. Oké, okay. Dit moet goed zijn zo. De laatste erop en dan zou het een soort van moeten werken. Mooi. Doe je niet hier? Wil je nou warm? Te. Nou zit je flux erop, werkt dat? Ja. Maar dat gaat wel beter, hè? Ja. Nou, dat moet ook wel gaan zo. Ja, dat is dan de laatste stekker eigenlijk. Jacques. Ja. Jacques. Dat moeten we niet vergeten. Dan deze dadelijk. Auw. Voor de ambassadeur. Ja. Kan ik dat zo? Hey. Oh! Wat verdam, is je ook aan de onderkant of niet? Het is gewoon de twee kanten netjes gevloeid hoor, er is helemaal niks mis mee. Mooi. Het is gewoon 100 punten. En deze niet vergeten, hè? Ja, wat er dan van over is. Ja. Maar goed, hey. Hey, joh. Kijk uit. Hij is nog warm zat. Dat zal niet aan liggen. Nee. We hebben toch een aansteker nodig. Auw, dat is warm. Zo, die. Dan nu doen deze nog even. Oké. It's bad. Because drugs are bad. Okay. En dan moeten wij prikker opzetten. Ja. En kijken dat de lichtjes gaan branden. Ja. Laten we die koplamp laten we even eraf liggen, want dan kunnen we ook bij onze zwarte koplamp zien of dat die doet. Want er zit natuurlijk geen officieel infrarood glas in. Dus ja, eigenlijk komt daar niet echt veel licht doorheen. Wel iets denk ik, hoor, maar het houdt niet over. Dat dacht ik. Ja, deze stuk. Nu? Ja. We beginnen met blackout dan. Dit is blackout lobby. Geen van al. Oh, wacht. Hoofdstroom. Nu wel. Links doet er eentje net. Dat is rechts. Ja, voor jou rechts, ja. Altijd, hè? Ik kan van het voertuig kijken hoe dat bestuur zit, hè. Ja. Yes, dan ga ik nou naar lobby van blackout. Dat is dit. Dat brandt hij nou nog steeds. Ja, dat is de high beam. Dus het andere vloeidraadje die brandt. Oh. Dus hij doet daar rechts doet hij zowel high beam als low beam. Dus hij fout. Doet het nu zo en dan gaat hij naar low beam, is dit. Oh ja. High en low, ja. Allebei, maar dus high doet aan deze kant niet. Wel. Die doet wel high beam. Oh, en nu? Nu niet. Nu niet, dus low beam doet deze kant niet. Ja. Links, low beam, stuk. Ja. Oké, heel goed. Oké, nou goed, dan ga ik nu verder met dit is dan infrarood. Dat zijn dan de zwarte lampen, hè? Ja. Even kijken, dan gaan we eerst naar low beam. Dat is dit. Check. Doe het allebei. Oh. Dat is raar. Dat deed hij dus niet. Nee. Ik denk dat we mijn stekjes moeten biebelen. Ja. Misschien dat we daar gewoon een vet in moeten spuiten. Oké, dan ga ik naar de high beam. Ja, ik heb hem. Oké. Hey. Maar dat vraag ik mij wel af. Ze branden dit... allemaal, jongen. Oh, wacht, ik kan het nog mooier maken. Ja. Is dit... Maken lights. Ha,
Ja, we moeten nog even een paar draadjes omwisselen, maar dan, dan werkt het wel, wel mooi eigenlijk. Heel netjes, ja. Zo. Ja, dus we moeten even kijken bij welke lamp het dan dat één kant het deed. Misschien moeten we sowieso gewoon even die stekkers gewoon van binnen nog eens een keer een beetje oppoetsen. Maar goed. Hey, even kijken bij de draaibank, Robby. Ja, doet ook iets. Kijk, nou draait hij. Ja. Nou werkt de afslag dus niet. Ja, dan doodt hij gewoon door. Ja, ja. Nou, dat is deze eigenlijk. Nee, ja, nou stopt hij. Ja, nou. Ja. Hij deed het. Is hier misschien uitgesprongen? Nee. Dan gaan we dat. Staat hij niet echt lekker op snelling hier? Kijk maar. Nee, daarom, die staat er niet goed in. Nee, die staat, die moet verder kunnen. Maar dan moet je deze ook draaien, wacht. Ja, dat kan zijn. Zo. Ja. Hey. Als je hier tegenaan komt, dan stopt hij. Alleen, hij loopt vrij stroef met die nieuwe spin. Dus dan wil hij hem af en toe al meenemen voordat hij er is. Ja, ja. Dus dan stopt hij te vroeg. Ja, goed. Je haalt hem er maar van mee, een keer op en neer. Dat is nieuwigheid. Je moet even een beetje injutteren. Maar... Hey. Dan gaat hij draaien. Dat is mooi. Ik heb het ook nu. Ik wou net zeggen, lang verhaal kort, hij doet het, dat is het belangrijkste. Wie wil hem kopen? Ja, hij mag weg nu eigenlijk, hè? Want onze Frits die doet het ook goed. Want deze is nou ook gemaakt, dus als niemand er toevallig een draaibank zoekt. We hebben er een. Moeten ze iets weten? Lengte tussen de centers. 1,5 meter ongeveer tussen de centers, maximaal. Nou, draaidiameter, waar zal er erg zitten? Centimeter of 28 zit hij tegen het bed aan. Ja, ik heb 56. Dus 28 op de radius, maximaal. Vliegwiel van 56 afdraaien. Ja. Nou ja, het ligt eraan of je in de buitenkant moet draaien of dat jij in de binnenkant moet draaien, of wel of niet kan. Ja, als je in de buitenkant moet draaien, dan kom je hier niet bij omdat hij niet verder aan de binnenkant kan. Dat weet ik niet. Jawel, ja. Ik kan hem zo zetten. Hier, dan doe je hem zo. Ja, oké. Draai hem om. Ah, kom maar erin. Zet je hem zo. En dan zet jij je beitel zo. Dan kan een heel stuk verder. Ja, dat is waar. Dit is wel super fijn, hè? Van die schuitjes. Moeten we daar niet overzetten op onze Frits? Nou, wel, dat hoeft eigenlijk niet, want bij Frits kennen er 4 in. Ja. En bij Frits moeten we eigenlijk gewoon bij de beitels gewoon stukjes materiaal eraan lassen. Dat alle beitels altijd meteen op nul staan. Ja. Dan zijn we altijd goed. Kunnen we een pakketje. Ja, of een mooi setje maken dat het gewoon in vakjes bij elkaar ligt. In ieder geval dat. Of ingraveren wat de uitvulling moet zijn. En dan met een aantal vulplaatjes. Ja. Nou hier, dit is fijn. Kijk hier. Dit zijn die van die schuitjes. Dat zijn overigens best wel prijzige dingetjes als je die moet kopen. Ze hebben ze ook bij HBM overigens. En ook bij HBM zijn ze niet heel goedkoop. En maar, er zitten er 2 bij? Ja, er zitten er 2 bij van die schuitjes. Maar het grote voordeel is van, hier kan je dus jouw gereedschappen inzetten. En je kunt die zeg maar met die schuitjes en al zo wegleggen. Dan kun je ze heel snel wisselen. En je kunt hier meteen de hoogte ook instellen. Zie je dat? Dus als je jouw gereedschap erin zet, valt hij tegen die aanslag, dan zet je hem vast. Dus dat is wel heel snel wisselen. Dus dat is wel een groot voordeel. Meestal hebben draaibanken ook zo'n systeem als we daar hebben. Kunnen we even kijken, dat is wel interessant. Hier, Kijk, dit is een paar maten lumper, om het zo maar te zeggen. Hier kun je dus jouw beitels inspannen en deze die kun je dus erom los te zetten. Ik kan hem verdraaien. Zo. Ja, die heeft ook een... Ja, hier heeft een arretering zo. Ja. Kijk, dan kan je hem draaien. Kijk, en dan kan je dus zo kunnen daar... Kunnen er 4 beitels in zetten. Ja. Ja, dat vonden die Duitsers fijn dat die natuurlijk in zo'n vorm zitten dat ze zo allemaal uitsteken. Zo. Dan moesten ze eigenlijk als die houder nog zo moeten maken en dat die beitel er zo, dan was het helemaal... Maar ze waren bij Gustloff werken niet zo nazi-gezind wat dat betreft. Nazi-gezind? Ja, nou, dat waren ze natuurlijk wel, want ze hadden natuurlijk allemaal dwangarbeiders die dingen maakten. Hè. Maar ik heb de originele manual. Hey, moeten we die even bekijken? Nu nog, want we moeten daar de video toch gaan afsluiten, is het toch tijd. Dat is misschien wel leuk om even te laten zien. Ik heb gewoon zwaar
originele manual bemachtigd hiervan. Dat is toch belachelijk, of niet? Met gewoon ook een pakbon van 1944 erin ook echt. Dat is niet van deze machine, maar wel van zo'nzelfde machine. Ja. Nou, hier hebben we het boek. Nou, wat ik zei van, ze waren niet zo narcistisch ingesteld. Wat mij opviel, dit is dus echt het originele boek wat bij deze machine hoort. Dit is die kortere variant, maar er zijn een aantal verschillende varianten van. Qua bedlengte. Ik had echt verwacht dat dit hele boek vol zat met allerlei nazi dingen en zo. Maar dat valt mee. Als je dit gewoon zo bekijkt, in eerste instantie zie je er eigenlijk niks bijzonders aan. Behalve dan dat hier natuurlijk kunststofwerken, Frits Saukelwerk op staat. Frits Saukel. Ja. Ja, daar werden dus dwangarbeiders te werk gesteld in die fabriek. Dus wat dat betreft zo'n stuk historie. En je ziet bijvoorbeeld ook, hier die kaft ook, hè. Het is embossed, zie je dat? Hier. Echt gewoon in relief is, dat, is die dingen erop gedaan. Even kijken, dat is waar ik hem heb gekocht. Maar kijk hier. Dat is ook gewoon pak, de pakbon, 1944, zie je dat? Dat is niet maar, normaal, hè? Dat is gewoon niet dat, normaal, nee. Zo, ja, een stuk perkament. Nou, het is dus niet deze machine, hè? Want deze heeft een ander nummer. Het is sowieso een wonder dat dit bewaard is gebleven. Want ja. Het is er maar een foldertje eigenlijk, hè? Als je kijkt. Het is helemaal geen dik boek. Dus het is redelijk eenvoudig. Er staat, ja, kijk hier. Mooie plaatjes erin. Hier staan de verschillende types. Kijk, dat is die op de kaft staat, zie je. Dat is die wij, volgens mij is dat die wij hier hebben staan, denk ik. Er is dus nog een lange. Of hebben wij de langste? Nou, ik denk dat wij de langste hebben. Ja, ik denk het ook. Kijk, als je meter. Even kijkt naar hoe dat deze eruit ziet. Hoe lang is deze? 3,90 meter? Ja, wel hè. Dus, ja. Dan hebben we de langste. Hij moet wel de langste hebben, hoor. Ik zit hier wel redelijk... Jongen, hij is langer! Ja, dat ja zo. Zo moet je zo ongeveer. Ah. Ja. Hij is 1,5 centimeter langer. We hebben de langste. Even kijken. Hier, zo moet hem opeisen. Ja, oh, maar die kraan komt nog. Wie weet. Ja, nou. Ja, mooi hè. Het is gewoon, ja, het is gewoon een heel overzichtelijk, duidelijk boek met mooie plaatjes erin ook. Mooi dit, zo. Je ziet inderdaad dat het schakelmechanisme. Ze noemen het dus een voorweler, dat het systeem. Voorschakeler. Ja. Welen is... Is die, ja, draaien. Welen kiezen. Is toch... kiezen. Ja, oh, is kiezen. Ja, van de telefoon is het ook welen. Ja, maar dat is kiezen. Ja. Ja, je kunt er dus voor kiezen dat die... Weet je, dat is die ponsplaat die daar zit. Dus op het moment dat je schakelt, dan drukt die... dan gaat hij schuiven naar daar en dan steken die pinnetjes uit. En dan duwt hij die schakel voor elkaar. Er gewoon een ringetje los onderin. Ja, we moeten eens kijken dat er bij ons ook nog los in ligt. Dat is natuurlijk sabotage geweest. Ja. Dus, ja, je ziet het helemaal. Maar we moeten hem gewoon een keer openmaken, denk ik. Goed, ze. Erin kijken. Ja, zie je alle dingen. Ja, het bak van krullen begint al vol te raken zo. Ja, dat is goed. Hij wordt goed gebruikt en daar is hij ook voor. Maar wat ik al zei, ik was eigenlijk, ik had echt verwacht, er staat echt een portret van Frits Saukel in en Hitler. Arend. Ja, en zo van die arenden. Want als je zoekt de Gustavwerken, dan zie je op een gegeven moment echt zo'n ariër met zo'n ontbloot bovenlijf. Die echt zo'n vlag heeft met een hakenkruis en dan van die tandwielen en dingen erbij. Dus ik had echt verwacht dat dit ook een beetje in die trend zou zijn. Maar dat valt wel mee. Misschien hebben ze de expres wel niet gedaan. Omdat dit ook gewoon voor export werd gemaakt natuurlijk. En dan misschien dat ze dachten, nou weet je wat. We houden dit gewoon een beetje meer neutraal. Dan kunnen we die dingen gewoon aan iedereen verkopen. Ja. Wie weet. We weten het niet. Het ding heeft in ieder geval een hele historie. Dat is één ding wat zeker is. En dat waren geen lievertjes. Het is natuurlijk wel... droeve historie om het zo maar te zeggen, maar wel... Volgende klus. Ze zijn omgedraaid. Ja, ik heb ze toch maar eventjes omgedraaid. Waarschijnlijk gaat dat beter werken. Daar komt de high beam en de low beam opeens. Ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Niet normaal, hè, dat we gewoon de verlichting ook daar gewoon gemaakt hebben. Dat is wel tof. Oké, blackout. High beam. Klein... Nou, nee. Dat is gewoon een... Het is niet zoals lopen hier morgen zijn. Dat is gek. Dat lijkt wel een massaprobleempje dan. Ja. Wat dan? Break. Oh, breakcleaner. Serieus joh. Ik dacht dat het kruipolie was. Zullen we daar wel even kruipolie in doen dan? Zo. Dan moet je maar... Hop. Ik ben erg benieuwd. Dat zou een makkelijke reparatie zijn als het dat is. Ja.
andere eigenlijk allemaal controleren, maar goed. Zo. Hey. Ja hoor. Alleen die brand nou nog zacht, dus ik denk dat daar precies hetzelfde probleem is. Waarschijnlijk dan. Ja hoor. Ja, ik zie het gewoon hier. Ja, dat zelf is high beam. Ja. Ja. Dit is high. Lopen. Dit is high. Die zitten allemaal wel gewoon. Dat is. Maar dat is voor een andere keer. Waar is Robbie? We gaan het gewoon afsluiten. Ja. Robbie, we gaan het afsluiten. Robbie! Robbie! Was ik niet? Was Jacques. Ja, dat is gek hoor. Dit werkt. Wel? Ja, maar niet helemaal, nog niet geweldig. Heb je nou ook nacht zegt? Hij had ook getest, hij had de lamp buiten uitgemaakt. Ja, precies. We moeten nog eens keren, maar dit zijn gewoon zwarte spoten lenzen. Het zijn geen echte infrarood lenzen, helaas. Maar ja, goed. Hey, dat is het. We gaan het afsluiten. Helemaal top. Hey, ik zou zeggen, allebei hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de assistentie. Ah, hey. En, ja, dus, duimpjes omhoog als jullie dat ook vinden. Vooral die duimpjes gewoon omhoog. Kom op. En abonneren. Ja, abonneren. Op het en gewoon heel veel zeiken over die stroom die we hier hebben aangelegd. Over die baard. Nee, die baard die gaat er never nog niet van af. Nee, maar over zeiken mag wel. Over zeiken, mouwen, janken. Plaats comments. Dat is goed voor ons kanaal. Hè? Ja. En als je abonneert ook, dat is ook goed. Wist je dat? Zeker. Het kost niks. Nee. Gratis. Gewoon. Ja, het kost een klein beetje om in te klikken. Doen. Die duimpjes. Abonneer gewoon even, joh. Doe het. Je weet dat je het wil. Ja, je weet dat je het wil. Ben jij al geabonneerd? Ja, ben jij al geabonneerd, denk ik. Ja, met mijn eigen kanalen onderling. Ja, zeker. Ja, ik kan wel allemaal duimpjes geven. Hè. Dat ben ik zei. Ja, ik kan wel. Ja, wij ook. Vooral onder dit filmpje. Zet ik altijd duimpjes. Een eigen filmpje. Ja. Altijd zet ik onder dit soort filmpjes zet ik altijd gewoon een duimpje. Ja. Abonneer gewoon even, joh. Hey. Ja. Zo is het. Het is gratis. Hey, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Abonneren. Abonneer en duimpjes.